erop gekomen om mediakunstenares te worden? Dat is een beetje zo gekomen. Ik heb eerst geschiedenis gestudeerd. Ik wil ook iets praktisch doen. Ik ging naar de kunstacademie. En in de kunstacademie leerde ik heel praktisch denken. En ook met beelden werken. En dat komt natuurlijk nu heel goed van pas. Op een gegeven moment dacht ik, ja, die emoji die gebruik ik altijd, maar waarom gebruik ik die? Waarom zijn het deze symbolen die op onze telefoon staan? Er staan ongeveer nu 2000 op onze telefoon. Maar toch zijn er nog steeds symbolen die er ontbreken. Dus we gaan een nieuwe emoji maken. Een officiële manier om een emoji toe te voegen. Het kan soms wel 2 jaar duren. En wij gaan gewoon eigen emoji maken. En dat wordt ook meteen in een app toegevoegd. Dus Moremoji, dat is ook meteen een app. En dan kan je dadelijk je eigen emoji ook echt versturen. Oh, dat is wel heel gaaf. Ja. Ik vind het heel logisch dat iedereen ook zijn eigen symbool kan ontwerpen. Dus dat is wat ik met de workshop wil doen. Ik denk dat alle gebruikers ook heel goed weten met wat voor nieuwe symbolen erbij moeten komen. Kom je emoji maken, Tineke? Ja. Leuk. Ja. Nou, zie ik je dan. Ja.